Het Nationaal Leger heeft 57 militairen erbij, waaronder 52 mannen en 5 vrouwen. De afronding van de elementaire algemene opleiding, EAO, voor een nieuwe lichting militairen, vond vanmorgen plaats in de Ayoko-kazerne. Tijdens de EAO werden de nieuwbakken militaire vaardigheden bijgebracht om de ombuiging van burger tot militair te maken. Deze opleiding is een van inspanning en doorzetting wat niet te onderschatten valt. Defensieminister Krishna Kumari Mathura prees de toewijding van de nieuwbakken militairen om op te komen voor land en volk. Mathura onderstreept de bescherming van soevereiniteit, natuurlijke hulpbronnen en grenzen als belangrijke pijler voor de ontwikkeling van het land. Die bescherming hebben we nodig, want zonder die bescherming kunnen we ons land niet ontwikkelen. Burgers hebben dat gevoel nodig, maar ook de regering heeft dat gevoel nodig en die ondersteuning nodig van haar militaire mannen en vrouwen dat ze achter hun staan. En dat zij in alle rust kunnen werken aan de ontwikkeling van land en volk. Dat ze kunnen ondernemen, dat ze kunnen produceren en dat ze rustig in huis kunnen slapen. Dat is de bescherming die wij als militairen moeten geven aan land en volk. En dat is waarvoor ik jullie oproep. Dat nu die keuze gemaakt is en vandaag jullie carrière gaan beginnen bij Defensie. Dat jullie dit nooit meer vergeten en dat jullie constant blijven herinneren waarom hebben wij die keuze gemaakt om Defensie te joinen. Commandant bij het Instituut voor Defensieopleidingen, Justus Hiwaki, gaf de nieuwbakken militairen mee om principieel te streven naar groei. Vooruitgang is het bewijs van harde werk, zei Hiwaki. De EAO is slechts een fundament waarop jullie verder zullen bouwen. De militaire wereld vraagt naar constante groei, zowel persoonlijk als professioneel. De uitdagingen zullen blijven komen, maar met de basis die jullie hier hebben gelegd, zijn jullie voorbereid om die uitdagingen met vertrouwen aan te gaan. Ik wil ook een moment nemen om de instructeurs, de commandant en het ondersteunend personeel te bedanken. Zonder hun geduld, kennis en toewijding zou dit alles niet mogelijk zijn geweest. Zij hebben de waarde van onze defensieorganisatie doorgegeven en om u straks als geoefend soldaat door het leven te laten gaan. Tot slot wil ik jullie meegeven. Blijf streven naar verbetering. Blijf de lat voor jezelf hoger leggen en blijf trouw aan de waarden die jullie hier hebben geleerd. Het ligt in de bedoeling om de militairen te blijven voorzien van trainingen rijk aan verschillende vaardigheden ter verbetering van het leger.